Ik ben Jentel en we zijn vandaag op het Konijnenhof. We zijn een asiel voor konijntjes en wij vangen er ongeveer 1000 op per jaar. En ik ga jullie vandaag een mooie rondleiding geven, dus volg me maar. Dit is hier eigenlijk het eiland. Het eiland, daar zitten eigenlijk al onze konijntjes die beschikbaar zijn voor adoptie. En die konijntjes die loslopen op het eiland, dat zijn vooral eigenlijk ons blijvertjes. Maandelijks krijgen wij er 160 binnen, dus dat is gigantisch veel. Op ons eiland hebben we plaats voor 200 konijntjes. En dan hebben we ook nog een binnenquarantaine. En daar is er plaats voor 100 konijnen. Als ze met niks in orde zijn, of ze zijn ziek, of hebben nog extra hulp nodig, dan gaan ze in de quarantaine. Wat wij belangrijk vinden, is een ruimte. Deze ren is eigenlijk bijna een 4 vierkante meter. Maar dit vinden wij zelf nog niet voldoende om konijnen permanent in te huisvesten. Ja, we hebben onlangs ook eigenlijk een investering gedaan in van die leuke parasolletjes. Konijnen kunnen heel slecht tegen de warmte. We hebben zo wat gekozen voor een Ibiza-sfeer. Omdat we ook wel willen hebben dat onze konijntjes toch wat in de watten gelegd worden. Dus het flirt wel wat op. De meeste konijntjes die bij ons worden binnengebracht is vooral particuliere afstand. Waar dat ook nog een van de grootste redenen is, is dat de kinderen niet naar omkijken. Dat gebeurt ook heel veel, is dat konijntjes schattig en als ze klein zijn zeker heel schattig en hoe knuffelig. Dat zijn ze allesbehalve knuffelig. Maar dat wordt vaak genomen voor de kinderen. Maar kinderen verliezen vaak hun interesse en dan komt dat toch op de ouders en de schouders. Pas op, er zijn altijd uitzonderingen op de regel, maar in het algemeen zijn konijnen geen knuffeldieren. Het is eigenlijk zo dat konijnen non-stop moeten kunnen eten. En hooi is eigenlijk 80% van hun voeding. Dus het is heel belangrijk dat ze eigenlijk full continu hooi kunnen eten. Het voordeel om een konijntje in een opvang te halen is dat je weet welke karakters dat ze hebben. Je krijgt het juiste advies. En je hebt eigenlijk konijntjes, of geadopteerd konijntjes die in orde zijn. Hè. Gecastreerd, gevaccineerd, ze hebben een medische check-up gehad. Dat zijn wel de belangrijkste punten om te adopteren bij een asiel. Door een konijntje bij ons te adopteren, helpt het niet alleen dat konijntje, maar helpt het eigenlijk ook ons, onze opvang, te kunnen blijven runnen. Het is wel zo, bij ons als je een konijntje adopteert, is het eigenlijk altijd per twee. Omdat konijntjes eigenlijk echt wel groepsdieren zijn en dat dat echt een basisbehoefte is, dat konijntjes per twee gehouden worden. Of in groepje, dat is geen probleem, maar echt wel zeker per twee.